De vorige keer bij Cliffhanger. Nu ga je er echt aan. Hey, Thomas. Het is over met de pret. Superhiel, echt bedankt. Zonder jou hadden we dit nooit gered. Nog even over die bruiloft. We hebben toch besloten om hem uit te stellen. Proost! Proost! Dylan? Dat is wel een erg dure rekening. Dylan? Dylan? Wat is dat, jongens? Dylan? Dylan? Wie zegt dat? Dylan? Oh. Dylan? Het is mijn telefoon, mijn ringtoon. Mijn waarheid. Nee, ik heb geen zin in een aanbieding. Nee, geen interesse. Doei. Zo vervelend. Ja, is irritant, hè? Ja. Dylan? Dylan? Marit, volgens mij gaat je telefoon weer. Nee hoor. Hè? Dylan. Bent u Dylan Hagens? Ja, dat ben ik. Kunt u zich identificeren? Ja, natuurlijk. Ja, dankjewel. Ja, oké. Maar wat is er dan aan de hand, meneer de agent? Nou, ik ben eigenlijk op zoek naar een vriend van u genaamd, Teun Peters. Oh. Teun Peters, die zit daar. Teun, jij gaat mee naar het bureau. Sorry, jongeman. Ik moet even mee naar het bureau. Rustig, Gil. Rustig. Ga niet. Hé, hey, wat blijf hem af, man. Hé, hey, wat is dit, man? Ah, man. Wat doe je met mijn handen? Wat is dit? Hé, wat? Hé, wat doe je? Is die opgepakt? Ik snap het niet. Wat is dit? Ja, het is helemaal niks voor Teun. Ik kan me echt niet voorstellen dat hij iets crimineels zou hebben gedaan. Ja, ik begrijp het ook niet. Ik bedoel, hij heeft nog nooit wat verteld hierover. Ja, we moeten naar hem toe gaan tijdens een spreekuur en vragen wat er aan de hand is. Ik bedoel, hij houdt iets achter, dat moet wel. Wordt inderdaad je niet zomaar opgepakt. Hè? Wat zeg je? Hè? Oh, ik bedoel, inderdaad. Je wordt niet zomaar opgepakt. Oh, ja, inderdaad. Shit. Waarom zit ik hier eigenlijk? Hey, Teun! Wie zei dat? Psst, Teun! Hier in de hoek! Huh? Ben ik gek aan het worden of zo? Nee, man. Ik zit hier ook gewoon al een tijdje. Maar waarom zit je hier dan? Ik had een illegale vlucht gemaakt. Tja, tegenwoordig word je echt overal voor opgepakt. Maar waarom zit jij hier dan? Ja, nou, het zit dus zo. Ik was dus in dat gebouw. Wat de f**k ben ik? Waar ben ik helemaal naartoe gerend? Hallo? Is er iemand? Iemand. Wie is de koning van Wezel? Wie drinkt de meeste bier? Rick! Ja. Zo, dat is wel heftig, man. Sterkte ermee. Thanks, man. Teun, er zijn gasten voor je. Oh, jongens, wat ben ik blij dat jullie er zijn, zeg. Teun, vertel ons eerst eens even, waarom zit je hier? Ja, ik weet het ook niet, man. Kom op, iedereen weet dat je niet zomaar terechtkomt. Wat is er gebeurd?
het zit dus zo. Een tijd geleden zijn Willem en ik dus naar een verlaten huis gegaan. Jongens, daar is het gebouw. En blijkbaar is er toen ergens een meisje vermist geraakt. Maar echt, ze denken nu dat wij erachter zitten, maar ik heb er echt... We hebben er gewoon echt helemaal niks mee te maken. Gewoon echt niks. Het is raar, maar waar. Het is raar, maar waar. Het is raar, maar waar. Dat een vliegtuig vliegen kan. Mensen, dit was alweer de 10e aflevering van Cliffhanger. Zoals je ziet, het is weer een totaal nieuwe verhaallijn, dus we kunnen alle kanten op. Laat dus in de reactie weten wat jij wil dat er in de volgende aflevering gebeurt. En wie weet, komt jouw reactie wel voor in het volgende script. Oh, ik heb trouwens ook nog een leuk nieuwtje, want ik ben namelijk jurylid voor Q Music, die op zoek zijn naar de nieuwe vlogmeister. Dus lijkt jou het nou vet om een jaar contract te krijgen bij Q Music en gewoon video's te maken, te vloggen en leuke dingen mee te maken? Meld je dan snel aan door middel van een auditievideo te uploaden via de link hier beneden in de beschrijving. En wie weet, zie ik jou dan binnenkort wel in het echt en moet ik jou jureren. Vond je deze video nou leuk? Klik dan op het duimpje omhoog en klik op abonneren om gratis op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. Bedankt voor het kijken. Later!